Dit is De Toekomst Jeukt, de podcast van marketingbureau Max United. Mike Petasek van Play It Safe, welkom op onze podcast hier in de, in de Max Loft. Um, iemand van uw collega's... Uh, Meld mij dat jullie verhaal misschien wel heel interessant zou kunnen zijn voor onze Toekomst Jeukt podcast Dus uh, bij deze. Heel mm -hmm. benieuwd naar, uh, naar jouw verhaal trouwens. Um, misschien toch wel uh, kort even schetsen: wie ben jij? Um, ik heb gelezen dat je tien jaar les gaf hier in, uh, in Houwest. Mm -hmm. Klopt, ja. Inmiddels uh, sinds 2017 niet meer, maar. Die tien ja. jaar is toch een, een flinke bagage. In welke richting was dat precies? Dat was de richting Digital Arts en Entertainment aan de hoewest inderdaad, waar wij studenten opleiden over het maken van games. Zowel technisch, visueel, animatiegericht, uh, al die bagage die ze nodig hebben om games te kunnen maken. Ja. Dat is een gelowerde studierichting, dacht ik. Hè? Internationaal erkend. Ja. Inderdaad, we hebben een paar keer um, de Rookie Awards gewonnen. Dat is um, een wereldwijde competitie met allemaal gamescholen om het zo te zeggen. En daar keer als Wiener uitgekomen. Dat is de beste gameopleiding wereldwijd. Voor een Vlaamse hogeschool is dat best wel mooi, vind ik. Ja, ja. ja absoluut. Um, je bent daarin eigenlijk al een, een tandem gaan vormen met Brecht Kets. Die is er vandaag nu niet bij. Maar jullie zijn echt wel, zoals ik het zeg, een tandem. Hè. Al sindsdien. Ja. We zijn inderdaad zeer complementair. Dus we hebben eigenlijk tien jaar samen lesgegeven. Ik heb enerzijds meer artistieke en grafische vakken gegeven. Terwijl dat Brecht meer de technische vakken gaf. En dan hebben we samen. Een vak gegeven, um, game projects, waar de studenten from scratch, een idee op papier, een game ontwikkelen. over een gans semester. Um, en dan deed Brecht daar vooral de begeleiding technisch. Ik vooral grafisch en visueel. Uh, dus in die zin zijn wij zeer complementair. tot en met onze haarkleur, want ik ben grijs en hij is ros. <laughs> dus, uh, <laughs> maar ook qua karakter en zo. Dus we hebben elkaar heel goed aan. Ja, dat ja, is wel nodig denk ik, hè, want games maken lijkt misschien. Uh... Leuk om te doen, maar het vergt toch wel een aantal uh, verschillende skills. Hè? Klopt, dat komt heel veel samen eigenlijk. En uh, je moet echt wel willen onder de motorkap kijken. Het is niet dat je graag met een auto rijdt of een goede piloot zijt, dat je weet dat die in techniek werkt. En bij ons um, rijden we niet met de wagens, maar maken we de, ma de wagens eigenlijk. Ja. Dus ja. voor games is dat evenzeer zo. Je bent ook van kindsbeen af een gamer, heb ja. ik gelezen. Ik, ik grasduin altijd even in, uh, ja, ja. in LinkedIn en zo. En, uh, <laughs> dat duikt daar ook op. Uh, je was een gamer ook van kindsbeen. Wat moet ik daarbij voorstellen? Welke tijdperk was dat dan als kind? Ja, ik ben van 75, dus ik heb mijn eerste computer gehad. Dat was een Commodore 64. Uh, ja, dat zal bekend zijn onder velen onder ons. En ja, dan heb ik inderdaad, ja, pak eind jaren 80, daar heb ik mijn eerste gameervaring op gedaan. En ik had toen eigenlijk al door dat ik met games van alles kon leren. En een van die voorbeelden dat ik altijd aanhaal, dat is um, een spel, dat heette Dracula. Dat was een tekstavontuurspel, waar je vampieren moest gaan verslagen. Het was allemaal in het Engels te doen. En toen was er geen internet. Um, en ik zat achter die computer. En ja, ik wou heel graag dat spannend verhaal verder maken. Dat is geen wat ik in gamification altijd uh, de driver noem, of een van de drivers. Dat was voor mij dat spannend verhaal. Um, maar om verder te geraken in dat spannend verhaal, moest ik Engels lezen en ook Engels schrijven. Dus toen kwam ik een boek op beeld. Het was... ...totaal uh, zonder grafische zaken. Het was enke, enkel textueel. Um, ik moest Engels ook typen. Bij gevolg lag er naast mij... ...een woordenboek Engels-Nederlands. Die lag daar niet omdat ik Engels wou leren. Die lag daar omdat ik verder wou geraken... In, ...in dat verhaal, in die gameervaring. En dat is volgens mij een van... ...wat we noemen een apex van twee zaken... ...die samenkomen. Um, dat Engels ging bij gevolg... ...gelijk zoet koek binnen. Dus uh, ja, ik had Engels nodig... ...om het door dat verhaal te worstelen. En ik deed het niet om Engels te leren. En ja... Toen, als ik 13 jaar oud, eind jaren 80, zonder internet, moet man een keer iemand van 13 overtuigen met een, uh, een cursus Engels. Gaat veel moeilijker zijn, dus daar zijn games zeer sterk in. Ja, ja mooi, mooi, uh, mooi verhaal. Uh, het komt natuurlijk wel bekend voor: het feit dat men snel Engels leert, al, al spelend. En dat is de kern van wat je vandaag doet. Hè. Ja. Um, ik zie dan eigenlijk een aantal zaken samenkomen. Je, als gamer, hè, die ervaring als gamer, um, je technologische of um, Grafische skills om games te gaan maken. En dan je ervaring als docent. Dat lijkt mij een heel mooi pakket, verzameld in één persoon. En bij mm -hmm. uitbreiding samen met Brecht en andere medewerkers ja, uh, in, het, in het Play It Safe uh, verhaal. Een heel mooi, bijna oneerlijk voordeel. Een troef die heel dicht bij, de, bij jullie als mensen ligt. die anderen misschien minder hebben. Of uh, ben ik daar te rooskleurig in? Nee, dat klopt wel. Dat is een zeer unieke combinatie van skills. Een specifieke skillset die wij daar hebben. Uh, tien jaar didactiek, uh, weet hoe je zaken gemakkelijk en goed uitlegt, gecombineerd met technologie van games en het ontwikkelen daarvan. Dat is een blend van kennis die dat je niet zo vaak tegenkomt eigenlijk. Dat klopt, ja. Heb je tijdens de opleidingsjaren gemerkt dat, uh, dat studenten bepaalde skills ontbreken om echt door te breken in, bepaalde, in, in die richting die ze volgen? Ja, het vergt toch wel een bepaalde combinatie van techniciteit en het grafische. En dat was een van de moeilijkheden in de opleiding dat we vroeger wel mee te maken hadden. Dat is dat we zeer artistieke mensen hadden die dan het moeilijk hadden met technische zaken, en zeer technische mensen die het moeilijker hadden met uh, grafische zaken. Maar in een game komt dat nu eenmaal allemaal samen. Uh, het kan wel zijn dat jij in een bedrijf, programmeur bent, alleen maar technische zaken doet. Maar er zijn artiesten die voor u grafische. Uh, zaken maken, assets zoals we dat noemen. En die moeten in dat spel terechtkomen. Dus jij, als programmeur moet die grafische zaken nog kunnen aansturen en dan daar gewoon op zijn minst wat affiniteit mee hebben, weten hoe dat in elkaar steken. Dat is een zeer groot voordeel. Dus dat is, als je game developer bent, ja, dan moet je wel een beetje een affiniteit hebben. Pak dat als zo 80, 20% is dat je nu je artiest bent of uh, programmeur, dat je toch met je voet of je tenen in het andere domein moet staan. Ja, dat is toch wel aan te raden. Ja. Laten we de onderwijsjaren misschien uh, even terzijde houden en evolueren naar, ik dacht, 2017, begin, mm -hmm. jaar, begin uh, 2017. Um, is Gray Gin opgericht? Klopt, ja. Wat is Gray Gin? Wel, Grey Gin, well, Gin staat eigenlijk voor de grijze en de rosse. gray en ginger, dat zijn onze respectievelijke haarkleuren. Ja. I see. <laughs> ja. Dus dat is een vernootschap die toen opgericht werd door Klopt. Uh, Brecht en jij? Ja. Om wat te doen? Om Play Safe uit te gaan bouwen ons op games gebaseerd leerplatform, waarmee we mensen inderdaad gaan opleiden, medewerkers gaan opleiden over veiligheid en preventie in de eerste plaats, dat was toen een insteek, nu zijn we al breder gegaan. Maar dat is eigenlijk allemaal ontstaan uit een onderzoeksproject aan de gamesopleiding van de West, een tweetal jaar daarvoor al, waar wij aan meegewerkt hebben. En daar werd toen de eerste vraag gesteld, van, kijk, ja, we zijn hier met een, een ziekenhuisomgeving, een zorgomgeving, en elk jaar moeten wij die mensen... Van verpleger tot dokter tot kuispersoneel tot techniekers. We moeten al die mensen opgeleid krijgen, elk jaar opnieuw over de brandprocedures. Kunnen we daar geen tool voor ontwerpen? Een game, iets grafisch, iets dat echt gemakkelijk kennis overdraagt? Um, dat is de eerste case geweest. En met Play7 hebben wij gedacht: wacht een keer, dat is niet alleen maar uh, brand in de zorg, maar dat is even EHBO, algemene veiligheid, ergonomie, in fabrieksomgevingen, in bureauomgevingen en, en chemische omgevingen. Dus we hebben dat eigenlijk helemaal opgetrokken en algemeen gemaakt um, in ons PlayedSafe platform. Dus die opleidingen bestonden vroeger in een andere vorm, niet in een game-omgeving, vermoed ik? Ja, mensen worden in bedrijfsleven constant opgeleid. Hè. Ze zijn daar zeker nog altijd geconfronteerd met de klassieke manieren van opleiden. Dat wordt zeer klassicaal, met powerpoints, met video's. Maar onderzoek heeft duidelijk aangetoond, en dat is eigenlijk al een principe van eind jaren 60 van uh, professor Deel. Dat is deel Scone, dat is een driehoek van deel. Je kunt dat op het, het internet zeker terugvinden. En die beschrijft eigenlijk al wat je een keer, een keer leest, ronduit je 10% van. Al wat je een keer hoort, 20%. Maar dat is niet veel, dat is veel te weinig. En dat zijn typisch kenmerken voor passieve leermiddelen. In de klas zitten naar een PowerPoint kijken enzovoort. Maar als je games gaat doen, als je het zelf gaat allemaal doen via interactie, dan ligt die kennisoverdracht 80 tot 90%. En dat is veel meer. En dat is waar we eigenlijk. Uh, verschil mee maken. Heeft dat te maken met de attention span die misschien tegenwoordig wat korter is? Onder andere, mensen lezen gewoon niet graag niet meer. Hè? En we hebben ook ondervonden uh, in het tien jaar lesgeven. Ja, wat gaan we daar doen? Mensen achter je in de klaslokaal steken. Ik kan u garanderen, na twee uur zit die emmer van boven toch vol. En Na twintig minuten zit je aan het trainen op je stoel. Oh, ik moet naar de gaan, ik heb mijn koffie nodig. En de menselijke hersens zijn gewoon zo gewaaierd. Daarmee dat wij ook in ons... Game-based leerplatformen, vooral met micro werken. Zeer korte, bouwbare stukken informatie. Korte veiligheidsavontuurtjes die je constant triggeren. Eh, met nieuwe dingen confronteren. En dat houdt gewoon je attentiespannen veel hoger. Maar je moet niet alles in één keer doen. Hè. Je kunt het hele jaar door gaan trainen. Maar in plaats van een frequentie van ja, twee dagen van acht uur, gaat je zeggen, ah, kijk, ja, dat gaan honderd dagen zijn, vijf minuten. Een veel hogere frequentie, met een lager, of een korter uh, tijdsbestek... Maak het het jaar door dat je kunt gaan treinen op een andere manier. En dat is veel efficiënter voor onze hersenen. Wie zijn jullie klanten dan? Dat gaat zeer breed. Um, als ik het even over sectoren heb, dan gaat dat van de retailsector tot de productiesector tot de dienstensector. Klanten daarin zijn Lidl en De lijst, tot Borealis en Recticel. Dat is dan typisch productie. Maar ook de zorg, uh, sint Blasius bijvoorbeeld, of Stad Kortrijk en OCME Kortrijk, dat zijn ook land bij ons. En die hebben allemaal gelijkaardige problemen. Die moeten al die mensen kwalitatief opgeleid krijgen. En dat is niet evident. Dat is logistiek uitdagend, want die mensen zitten op verschillende locaties, spreken verschillende talen, zitten in verschillende uurroosters ingeboekt, eh, krijgen helemaal wel een keer samen om die op te leiden. En als het dan lukt, wat gebeurt er dan? Dan steken ze in een klaslokaal van een PowerPoint. En ze hebben al die moeite gedaan en dan komt je dat eigenlijk voor een non-performant leermiddel. Ja, Gekke. Jammer. Gek. <laughs> dus wij doen dat inderdaad een je anders. Ja. Um, jullie zijn ook wel uh, bekroond. Um... In 2017, eind 2017, de Bis ID Award mm -hmm. gewonnen. Met, ik lees ook uh, een aantal zaken die in het, in het verslag ook uh, naar voren kwamen. Een sterke uitwerking van het businessplan met reeds concrete piloten in de markt in combinatie met een stevige ambitie om de YouTube te worden van game-based learning. Ja. Dat kan tellen. Hè. <laughs> um, en dat maakte dit dossier tot een winnaar. Eerst even um, die, uh, het businessplan: het, het het werd wel echt wel bejubeld dat het businessplan wel heel goed in elkaar zat. Ja, dat is, dat is, dat is fijn om te horen. Dat was in het begin inderdaad een moeilijke nood om te kraken. Um, ik kan ook aan alle starters aanbevelen om daar genoeg tijd aan te besteden. Want zoals je ziet, werpt dat zijn vruchten af. Je kunt dat businessplan op verschillende plaatsen herbruiken. Zowel om investeringen op te halen als wedstrijden te winnen en dat soort zaken. Um, maar we ons er ook voor laten begeleiden eigenlijk. Hè. Als starter moet je alle middelen dat je kunt grijpen, die moet je grijpen. Dus we hebben ons uh, ingeschreven bij KBC start uh, daaraan deelgenomen. Uh, bij IMEC iStart zijn we ook uh, aan boord geweest. Um, dus ja, allerlei begeleidingstrajecten. Uh, bij VOCA, hebben uh, bij Brio gedaan. Dus daar moet je allemaal gebruik van maken om dat aan te sterken eigenlijk. Hè. Kan je zo een aantal dingen uithalen die in die trajecten echt wel een opvallende meerwaarde hebben betekend? Voor jou persoonlijk of voor het, het bedrijf dat toen nog heel, heel, heel jong was? Ja, wat je begint eigenlijk... Als um, enthousiaste ondernemer, maar geen één van ons twee had eigenlijk um, ja, studies gedaan om ondernemer te gaan worden. We deden dat gewoon uit pure goesting. En op dat moment ja, beseft je al snel dat je daar heel weinig van weet, van ondernemen, wat er allemaal bij komt kijken. Dat is echt een multidisciplinair geheel van verschillende zaken. En het feit dat ik en Brecht complementair zijn, is daar natuurlijk echt een pluspunt in. Hè, dat wij elkaar mooi aanvullen. Maar dan, ja, dan gaat je al snel... Bij zo'n biotraject van VOCA bijvoorbeeld gaat je allemaal starters gaan bezoeken in de zeer brede zin. Gaat je leren uit die fouten. Uh, gaat je leren wat er wel goed gelukt is. Dat je ja, zelf weet waar je je aandacht op uh, moet gaan richten. Bij een IMEC iStart hebben we verschillende trajecten gehad. Um, het was eigenlijk ja, toen we daar geselecteerd waren. Enerzijds heeft IMEC iStart zich ingekocht uh, in ons kapitaal. Um, een deel daarvan was monetair, een ander stuk daarvan was een begeleidingstraject. En dat waren eigenlijk, een, als ik me goed herinner, een tiental lessen door experts. En dat gaat echt van marketing tot sales, tot hoe moet je productplanning doen, hoe moet je bepaalde zaken gaan aanpakken. Um, dat was echt een, een brainstorm, nee, ja, geen brainstorm, maar meer een, een rush aan informatie eigenlijk. Um, we zijn er echt klaargestoomd op heel korte tijd, met wat er allemaal kon. Um, Hoi, dat is dan ja. jezelf en Brecht. Hè? Klopt, Brecht en ik ja. hebben die, al die trekken ja. samen doorlopen. In Wien waren we ook waar, met twee natuurlijk. Hè. Moesten we alles zelf doen. Heel snel zijn daar twee extra mensen bijgekomen. Die um, in onze vorige um, samenwerking al bij ons waren. Dus na tien jaar lesgeven, hebben wij eerst de DIA Studios opgestart. Um, hebben we daar heel breed allerlei zaken gefaciliteerd voor industrie uh, met games. Um, en daar waren twee werknemers. Uh, aan boord die ons al goed kenden ook. Ook ex-DAE-studenten waar we ooit aan lesgegeven hebben. En die zijn dan mee in Plate Safe gestapt. Dus ons prilleteam was eigenlijk uh, van twee naar vier man geschaald de eerste maanden. En daar hebben we het een tijd mee moeten doen met uh, de riemen die we hadden. Ja. Maar jullie hebben dan twee parels kunnen uit, die, uh, uit dat nest van Howest halen, denk ik dan? Jullie zaten dan ja. aan de bron bijna. We hebben eraan lesgegeven, dus ze wisten ja. inderdaad wie dat het al waren. Voor uh, de rest, uh, ja. even terug naar Gowest naar, naar dan meteen. Is, is... Is de uitstroom van die studenten vooral internationaal of zit er heel, heel wat van, dat, van die studenten nu vandaag ook in, in België te werken? Dat is een mix. Hè. Um, in het begin was België eigenlijk um, vooral de, de, de grond voor DAE, uh, voor de gamesopleiding. Maar natuurlijk, al heel snel was er veel vraag uit het buitenland ook voor stages daar te gaan doen. En um, in het buitenland is de sector, ja, het buitenland is een groot woord, maar in België zal ik maar zeggen, was de sector voor games toen best wel klein. Um, en dat is nog altijd vrij klein, dus de vraag om naar het buitenland te gaan, die werd snel gesteld. Um, en op dit moment begint de markt in België misschien wel wat verzadigd te geraken met afgestudeerde game developers van de West. Um, en gaan er zeker veel meer en meer mensen naar het buitenland gaan. Maar dat, dat wisselt een beetje van jaar tot jaar, blijkbaar. Ja. Het ene jaar heb je meer mensen die naar het buitenland willen, het andere jaar is dat weer mensen die graag in België blijven of meer zelf iets gaan starten. Dat wordt ook meer en meer gepromoot met de nieuwe of afstudie richting um, indie game development, dat was sinds een tweetal jaar denk ik dat je die kunt doen, om je eigen bedrijf te starten en ja, die blijven graag in België. Mm -hmm. Even terug de sprong naar uh, het Busy day, uh, verslag hè, waarin dat je gesteld hebt van uh, jullie willen de YouTube worden van de game based learning. Mm -hmm. ik, als ik dat las dan dacht ik wow, dat uh, was een serieuze uitdaging toch? Hoe ver staat het uh, nu enkele jaren na deze na dit statement. Ondertussen hebben we het al gebombardeerd naar de Netflix van Game Based Learning. All right. Dus um, ja, we, zijn, we hebben heel wat stappen gedaan in de juiste richting. Er valt natuurlijk nog veel te groeien. Ik denk een platform zoals het onze, uh, waar op termijn ook derde instanties content voor gaan kunnen maken, net zoals op YouTube en Netflix. Dat is wat we naartoe willen. We willen dat platform heel sterk uh, kunnen maken en zeer schaalbaar. Dat blijft een opdracht die, die lopende is, denk ik. Um, we hebben al vier jaar sterke stappen genomen, maar er zijn zeker nog veel stappen te nemen. Ja. Ja, je noemt het echt een platform, maar dat moet je voor mij misschien even schetsen en voor de luisteraars ook. Wat is precies het platform Play It Safe? Als je dat wil opschalen en andere aanbieders willen op het platform krijgen, wat moeten die aanbieders doen? Wat, wat, wat kan ik zelf met Play It Safe als ondernemer bijvoorbeeld? Mm -hmm. Misschien om een gemakkelijke vergelijking te maken, dat is de App Store van uh, Apple of uh, de Android uh, Store. In het begin was die store er en je kon daar, via je GSM kon je daarop, maar stond daar nog heel weinig content op. Dus de grote spelers, zoals Samsung, uh, die hebben zelf eerst apps gemaakt om in die store eigenlijk te gaan steken. Uh, dat er content in kwam en dat is de eerste stap waar we vandaag ook eigenlijk in zitten. Uh, mondjesmaat hebben ze de deuren meer en meer opengezet voor third-party developers, zodat uh, er andere mensen ook content konden maken. En die content in de store konden steken, dat gebruikers dan konden downloaden en gaan gebruiken. Dat is voor ons nog iets dat de volgende jaren gaat uh, ontplooien. Um, dus in die zin zijn we niet gewoon een oplossing, maar ook een, een, een platform dat constant meer en meer gaat uitbreiden. En we willen die poorten meer en meer gaan openzetten, zodat dat platform sterker en sterker kan gaan groeien. Dat die kennis over onder andere veiligheid nu bijvoorbeeld vooral vanuit uh, experts kan komen. Hè. Wij zijn geen veiligheidsexperts, wij zijn de game nerds. Dus wij bouwen een platform. Maar de kennis die in dat platform komt, moet eigenlijk van de kennisexperts rond onder andere veiligheid komen. Ja. Zie ik het dan correct dat ik als um, veiligheidsverantwoordelijke van een bedrijf. Zelf een game kan uh, samenstellen of de inhoud van een game kan samenstellen? Stap voor stap gaan we daar naartoe. Nu maken wij die games zelf nog, uh, die avonturen of die opleidingen. Dat is allemaal een beetje dezelfde noemer. Um, stap voor stap zijn er zaken die wij dynamischer gaan maken. Bijvoorbeeld een brandopleiding. Daar kun jij als veiligheidsverantwoordelijk in je eigen portaal al verschillende opties aan en af gaan zetten. Heb je bijvoorbeeld rode knoppen om alarm te drukken? Ja of nee? Heb ik een intern noodnummer? Ja of nee? Welke blusser heb ik? Uh, moet ik naar het evacuatiepunt gaan, ja of nee? Uh, en op die manier kun jij eigenlijk dat avontuur al gaan bootseren of sculpteren naar uw wensen. En jullie hebben die assets al klaargezet. Ja, ja, dat klopt. Maar in de toekomst gaat eigenlijk um, de veiligheidsverantwoordelijke zijn verhaal meer en meer zelf kunnen gaan schrijven. Dan gaat hij bijvoorbeeld een bestaande brandsituatie gaan openklappen. Gaat hij heel die flow zien en gaat hij die gaan aanpassen naar zijn eigen noden bijvoorbeeld, en opslagen voor hem persoonlijk. En heeft hij een persoonlijke brandopleiding op maat, maar heel volledig met games. Ja. Met game naar persoonlijkheid of naar personalisatie toe, binnen jouw veld uh, denk ik dan vooral over het grafische. De inrichting, de omgeving waarin zich dat allemaal afspeelt. Zijn dat ook zaken die dan aanpasbaar zijn? Of, uh, of gaat het enkel om de flow, om het scenario van het, van het verhaal en de gestelde vragen, de oefeningen die aangeboden worden? In de eerste plaats, inderdaad, de flow van het scenario. We bieden een reeks type omgevingen aan. En onderzoek heeft ook wel aangetoond dat je niet per se in jouw eigen omgeving moet gaan trainen. Maar dat je mensen beter algemener opleidt. We ja, gaan vandaag met al dat telewerken of mensen veranderen wel een keer van zitten, De omgeving is dan toch anders. Je moet die regels eigenlijk gewoon kunnen algemeen gaan toepassen. Um, voilà. En dan gaan we eigenlijk in de eerste plaats ervoor zorgen dat ze hun eigen avontuur kunnen gaan samenstellen. Uh, misschien dat er in de toekomst ook wel mogelijkheden gaan zijn om de omgeving aan te passen. We werken ook met 360 foto's. Dat is een tweede type van omgeving waar je in kunt gaan navigeren. Dat is niet alleen 3D. Maar ook van 360 bubbel naar 360 bubbel gaan. En binnen zo'n bubbel kun je dan allerlei interactiviteiten doen. Onze typische ja, spelinteractiviteiten, die ook in de 3D-omgevingen kunnen. We kunnen die even goed triggeren in die 360 bubbels. Ja. Klinkt uh, wat technischer. En welke ja. vaardigheid heb ik zelf nodig als uh, veiligheidsverantwoordelijke om dit verhaal, om dit, uh, deze optie qua opleiding? Uh, in mijn bedrijf te kunnen integreren? Moet ik daar heel technisch ja. voor geschoold zijn of, of vooral met de inhoud en de opleiding zelf bezig zijn? De inhoud en de opleiding primeert, probeert in alle tijden, uh, zowel het leerplatform als het configuratieplatform, het portaal waar alles ingesteld wordt, zo eenvoudig mogelijk te maken. Die laagdrempeligheid is cruciaal om te beseffen, best dat een typische veiligheidsverantwoordelijke, dat dat geen IT persoon is bijvoorbeeld. Dus dat moet allemaal zeer eenvoudig zijn. En zeer vanzelfsprekend zijn. Um, dat zijn zaken die ook voortstromen uit onze gameervaring. Dat zijn games um, die moeten kunnen gespeeld worden door de mensen die nog nooit in game gespeeld hebben. Dat gaat inderdaad van arbeiders tot verplegers uh, tot keukenpersoneel. Er de mensen bij die in gamers zijn. Maar die laagdrempeligheid en die super eenvoudige duidelijkheid, uh, die komt ook in ons spel al terug. Dat is gewoon pick-up en play. En dat moet eigenlijk voor het portaal waar je je veiligheidsavontuur configureert evenzeer zo zijn. Ja. Ja. Jullie hebben het zelf uh, heel bewust over uh, G-based learning, game-based learning en zelfs bewust ook niet over e-learning. Mm -hmm. Schets eens daar wat er, uh, wat er fout is aan e-learning. E-learning e is eigenlijk een principe, bestaat ondertussen al 15 tot 20 jaar, maar is in veel gevallen nog vrij passief. Dat wil zeggen, je krijgt allemaal teksten voorgeschoteld die je moet gaan lezen: video's, slides, powerpoints. Als je al geluk hebt bij de modernere e-learnings. Wordt al een keer een vraagje gesteld of moet je al een keer iets invullen? Dat is al een eerste stap naar interactiviteit. Maar met game-based learning, of wat wij noemen G-learnings, um, gaan we veel verder. Dat wil zeggen dat we daar gaan werken op inderdaad een verhaal. Hetgeen dat ik daar straks als voorbeeld aan gaf uh, met mijn Dracula-game, um, gaan we de mensen gaan onderdompelen in een verhaal dat zeer interactief is, waar mensen kunnen gaan ontdekken, kunnen gaan proberen, kunnen gaan falen, punten gaan krijgen, collega's kunnen gaan verslagen, kunnen gaan samenwerken. Al hetgeen ik nu net opgenoemd heb, dat ontbreekt bijna volledig in e-learning. En dat zijn allemaal zeer belangrijke facetten van, uh, van het leeraspect, eigenlijk. Kunnen zelf dingen ontdekken, van alles proberen in de wereld, dat vooral zeer visueel is, dat is totaal wat anders. Het ja. is misschien een kleine zijsprong, maar je doet me denken aan een project dat ik zelf, uh, god, ik denk intussen twintig jaar terug, voorgeschoteld kreeg voor uh, Mercator, verzekeringen. Waar de kennis over de autoverzekering eigenlijk samengevat was in de brains van een viertal mensen mm -hmm. in het hoofdkwartier. Dus de, de opdracht was eigenlijk om die kennis te ontsluiten in klasseurs, of in een systeem, ja, ja. Uh, als, eerste, als eerste stap. En wij hadden toen ook het idee om dat, um, om dat echt heel game-based te doen. Ondanks het feit dat we toen eigenlijk niet eens wisten wat game-based en, en uh, dat soort dingen was. Uh, maar dat werd toen afgeblokt door, um, door de vakbond. Ja. Die uh, helemaal niet eens was om scores op uh, de kennis van medewerkers te kleven op basis van dergelijke oefeningen. Is dat iets wat intussen door de tante tijds volledig verleden tijd is? Merken jullie dergelijke obstructies bijvoorbeeld bij klanten? Of uh, is dat iets ja. wat vervlogen tijden? Klanten willen voorzichtig zijn met het delen van uh, scores um, en dat zijn zaken die wij als opties aan of af kunnen zetten per klant, hè? dat je inderdaad ziet van Peter heeft me net voorbijgestoken. Um, maar dat kan ook juist een driver zijn, verdorie, Peter heeft mij gepasseerd van dat kan er niet zijn, hè? morgen ga ik hem terug inhalen. Dat is evengoed een driver, dat is die competitiviteit, um, uh, of dat je daarvoor die punten moet laten zien, dat is een andere vraag, maar dat kun je inderdaad gaan kiezen op basis van klanten, ja. wie wil dat wel zien en wie wil dat niet zien. Um, en ja, het gaat uiteraard in die end over veiligheid. Dus wat we wel graag willen meten met onze game ervaring en aan onze klant laten zien, is van, hoe is het gesteld met de veiligheidskennis van je personeel en waar moet je aan gaan sleutelen, waar moet je bijkomend gaan inzetten. Als je die informatie niet hebt, dan uh, weet je eigenlijk niet wat je te gaan doen bent. En dan gaat je zeggen: Goh, ja, kijk, ik ga iedereen elk jaar over alles proberen op te leiden, maar iedereen weet dat dat niet haalbaar is. Dus door juist wel die scores te zien, gaan we je inzicht geven in de preventiekennis van je personeel. En dat gaat ervoor zorgen dat je je preventiebudget veel gerichter kunt inzetten op de plaats waar het nodig is. Dus Dat is een heel groot voordeel, denk ja. ik. Jullie mekten al van bij de start van uh, GrayJin of van Play It Safe op die veiligheidsopleidingen? Uh, Daar is het uit ontstaan omdat we toen inderdaad die brandscenario's hadden in een uh, zorgomgeving. En toen merkten we al, kijk ja. Daar er valt er eigenlijk heel wat te doen. Er zijn heel wat zaken die moeten aangeleerd worden. Maar vandaag gaan wij ook al bredere zaken doen. Uh, we gaan bijvoorbeeld interne communicatie uh, gaan faciliteren met games. Uh, we gaan zelfs virtuele events uh, gaan opzetten. Uh, we gaan mensen kennis laten maken met zaken, onboarding, je eerste werkdag. Dat zijn meer HR-gerichte zaken. Uh, we hebben nu net ook de vragen gekregen en gaan binnenkort ook ontwikkelen. Dat is het herkennen en omgang met burn-out. Dat is ook een klein beetje verder van uh, preventie. Allee, dat is meer een beetje hr achtig uh, Maar hun eerste werkdag op de vloer, volledig aan de hand van een game kunnen meemaken zonder dat je daar al een voet binnengezet hebt, dat is een enorme meerwaarde. Hè? Want ja, mensen gaan direct weten hoe dat er aan toe gaat in hun uh, toekomstig bedrijf. Wat zijn vooral de, de drempels bij uh, potentiële klanten om het niet te doen? Sommige klanten zijn er misschien nog niet klaar voor om nu. Ja, een extreem voorbeeld te geven. Soms komen we bij een klant terecht die nog maar net de Ponskaarten heeft afgeschaft. En dan denk je, ja, kijk, IT-matig, infrastructuur heb je er misschien nog niet voor op dit moment. Um, want ja, om een game te spelen heb je natuurlijk wel IT-infrastructuur nodig. Dat kan op tablet, dat kan op uh, smartphones, dat kan op uh, gewoon laptops via een browser. Dat is allemaal naadloos met elkaar verbonden. Dus afhankelijk van de bedrijfscultuur um, ja, gaan bedrijven daar wel op inzetten. Maar heb je die structuur op zich wel nodig? En een bedrijf is daar misschien nog niet altijd klaar voor. Dan komen we twee jaar later nog eens piepen om te kijken: van, kijk, lukt het vandaag al wel? Ja. Ja. Naast technologie en die ontsluiting heb je natuurlijk ook, denk ik, een, een soort ambassadeur nodig aan boord. Die, ja. die het continu al prikkelt. Um, want is het niet het gevaar dat dat wat wegdeemstert uh, na de, de euforische start van zo'n uh, game-based uh, traject? Een ambassadeur aan boord te hebben is zeker interessant. Wat we tijdens dus ons onboarding ook altijd doen. Dat is echt gaan kijken, kijk, wie gaat dat hier uithollen? Het is best dat je al je teamleaders daar ook kunt bij betrekken, want die mensen moeten er dan hun medewerkers gaan overgeven. Hè? En dat die allemaal mee betrokken zijn in dat verhaal. Um, dat is zeker een voordeel als dat lukt. Maar tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat die leerervaring zodanig is dat de retentie hoger blijft. En dat komt typisch uit commerciële games die vol zitten met psychologische trucjes. Hoe kan ik iemand zo lang mogelijk in mijn game houden, of in mijn app houden? En in de commerciële wereld is er natuurlijk uh, gebruikt om mensen bloot te stellen naar reclame, mensen geld te laten uitgeven. Maar wij gaan het natuurlijk gebruiken om mensen zoveel mogelijk met veiligheid te laten bezig zijn. Omdat ze er bewust zelf voor kiezen, omdat ze het willen doen. En dat is heel wat anders dan te zeggen, kijk, ja, morgen moet je naar de klas gaan, of morgen moet je die handleiding gelezen hebben. Daar staat vandaag niemand meer op te wachten, zeker de jonge generatie die aankomt, die uh, leven en ademen, smartphones en apps, je moet die anders gaan begeesteren. Ja. Ik las ook ergens jullie missie of ambitie is om, uh, dat vond ik wel mooi, levens te redden met games. Mm -hmm. Heb je daar al een zicht op hoeveel levens je al gered hebt? <laughs> op dit moment is het nog ietsje te vroeg, denk ik. Maar natuurlijk, een van onze dromen is dat er ooit in de krant zal staan. Want kijk, die persoon heeft iemand zijn leven gered. omdat hij de procedure met games aangeleerd had. Dat gaat voor ons een hele een dag zijn. Uh, natuurlijk hebben we al die data en die informatie niet. want de bedrijven communiceren dat niet altijd door naar ons. Ehm. Um, maar ja, het is wel een feit dat als je het met games doet of interactiviteit doet, hebben we al gemeten in een studie met Ugent, en dat was toen al in uh, 2017 is er daar een eindwerk rond geweest. En als je het met games geleerd hebt, dat je 30 meer kennis hebt, dus ik vermoed dat we toch hier en daar al wel een zieltje gered hebben of uh, iemand geholpen hebben. Jullie hebben ook um, een corona-game ontwikkeld. Dan denk mm -hmm. ik, ja, de corona-tijden en alles wat daarbij komt kijken. Is een gedroomde context om game-based learning even op de kaart te zetten. Was dat ook uh, de bedoeling met zo'n uh, gratis game? Voor ons was dat natuurlijk een opportuniteit om in de kijker te lopen, maar tegelijkertijd ook onze maatschappelijke ambitie om iets bij te dragen eigenlijk. Hè. We merkten her en daarop, en het was overal te zien op nieuws en in de praktijk en als je rondom u keek, heel veel mensen waren gewoon niet op de hoogte van de, de regels vanaf het begin niet. Wanneer moet ik niet juist mijn handen wassen? Wanneer moet ik naar een dokter gaan? Wanneer moet ik een mondmasker aan doen? Dat was kennis die bij veel mensen ontbrak. En we dachten, ja, kijk, ja we gaan ze dat gewoon aanleren met, met een gratis uh, module voor ons, van ons leerplatform. Uh, we hebben daar toen een 40.000 tot 45.000 al inschrijvingen op gehad, wat al eigenlijk heel veel mensen bereikt heeft. Jong en oud, eigenlijk alle, alle leeftijden. Um, nu ja, dat is inderdaad maatschappelijk steentje dat we willen bijdragen. En als je daarmee in de kijker loopt, is het natuurlijk fijn meegenomen. Hè? Ja. Als Starters je al die al uh... drie. Had je al die wijzigingen verwacht die uh, onderweg <laughs> nee, werden ja. gepost of, of nodig waren? <laughs> dat maakt het nog erger, natuurlijk, wat dat mensen nog meer in de war brengt en de nood naar zo'n oplossing nog groter maakt. Uh, maar we moeten geregeld bijsturen. Ja, dat klopt elke keer als de Raad van Bestuur of de, 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 de Veiligheidsraad samengezeten heeft. Moeten wij inderdaad gaan bijsturen hier en daar. Uh, Met jullie eigen veiligheidsraad uh, aan de slag gaan eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, het is ook een test voor het, uh, op het platform. Uh, ja, echt een gronde te testen, denk ik dan. Of, of het, het systeem hmm. in welke mate dat allemaal snel aan te passen is. Dat was ook een nieuwe situatie voor ons. Hè. We dachten: van kijk, ja, we hebben altijd graag al module gehad die op sociale media kunnen delen. Van kijk, hier klik op die knop en leer je op twee minuten tijd iemand gratis te animeren, bijvoorbeeld. Dat zou super fijn zijn. Maar toen hadden we die technologie nog niet. Maar voor Corona Game hadden we dat nodig. Dus in een mum van tijd hebben we dat moeten in elkaar boksen. Uh, op een weekend hebben we dat eigenlijk gedaan. Dat was even uh, crunch time cool. doorwerken heeft iemand die module en die, con of die, die content die uit volledig uh, in een game gestoken. Um, in het begin waren er wat haken en ogen aan, dat klopt, maar we hebben dat dan stap voor stap gefinetuned en heel wat uh, zaken verbeterd en op de vele het bijgeleerd ook. Ja. En intussen beschikbaar in 28 talen, klopt dat? Uh, dat heb ik gezien online. Corona-game specifiek nu niet, dat ah. zal Nederlands, Frans en Engels zijn uh, voornamelijk, maar sommige modules uh, voor sommige klanten, ja, blotarctisch wel, dat gaat um, over um, 20 landen in 18 talen, bijvoorbeeld. Uh, ja, dus ja. Wat leuk is dat ons platform taalagnostisch gebouwd is. Dus een taal toevoegen is een lijst van um, zinnen vertalen, een vlagje toevoegen en dat is het eigenlijk. Ja, taalverschillen en zo zitten vooral in textuele zaken die in de game komen hmm. en niet in auditieve zaken, dacht ik. Of toch? Momenteel werken we nog niet met gesproken audio. Dat zal in de toekomst wel zo zijn. We zijn daar onder momenteel onderzoek naar aan het doen. Maar nu is het allemaal inderdaad uh, textueel dat dat verschil uh, er is. Ja, heel mooi, uh, heel mooi parcours en een heel mooie ethische context ook, vind ik. Um, levens redden met games, gamification. Hm? We vragen onze gasten ook altijd um, waar de toekomst precies jeukt, hè, want daar gaat het om. Jullie hebben al een uh, start-up, ja. jullie zijn nog een start-up of zijn jullie al een scale-up? Dus daar een beetje tussen zo. Um, een start-up is per definitie de eerste vijf jaar, dat is meestal toch de um, als je meedoet aan doet een wedstrijd voor start-ups. Dat de vereiste dat je nog geen vijf jaar oud bent. Dus, uh, We zijn er niet zo ver mee vanaf, uh, Maar um, mijn vraag is eigenlijk gewoon: waar jeukt voor jou de toekomst? Uh, vooral voor jou persoonlijk of voor het duo Brecht en Mike? En voor Play it safe als uh, onderneming? Ja, dat we het platform veel groter kunnen maken, dat we zeer veel content kunnen gaan aantrekken en dat we eigenlijk met games inderdaad wat kunnen gaan aanleren aan andere mensen eigenlijk. Uh, op een veel optimalere en vooral leukere manier. En voor jou persoonlijk? Voor mij persoonlijk is het, uh, ja, het is een, een, ook een groeiaventuur eigenlijk. Uh, we zijn nu volop bezig in België natuurlijk, we hebben al een paar internationale klanten, maar we willen ook graag echt internationaal gaan groeien ook. Uh, we zijn zaken zaak aan het verkennen in Australië, uh, omdat ik daar wel mensen ken. Um, dus ja, dat, is, dat wordt heel boeiend om, om zo nog ja, te gaan groeien en mondiaal iets aan te kunnen gaan bieden. Hè. Ja. Want jij bent CCO, dus de commerciële um, uitbouw van het bedrijf, dat ligt in jouw vakje dan? Ja, de C staat voor zowel creatief als commercieel eigenlijk. Um, ja, je moet in het begin een beetje een duizendpoot zijn als starter, dus je moet er ergens een naam op plakken. En dat was CCO geworden, um, om het, het een naam te geven. Uh, maar ja, we zijn van alles bezig als, als, als starter, of ondernemer. Doe je marketing, doe je commercieel, doe je uh, planning, doe je productie. <laughs> ja. Maar als ik hoor, hé, jullie focussen op, op B2B: hé. het is, het is een, een combinatie van educatie en, en spelenderwijs met hele goede resultaten. Um, ja, er komen ongelooflijk veel leuke projecten, denk ik, dan uh, jullie richting uit, die misschien niet initieel op jullie, op jullie blad stonden. Uh, nieuwe, nieuwe opportuniteiten, nieuwe contexten, uh, dan zou ik zeggen: ja, laat die toekomst maar gerust jeuken uh, en los de dingen op als ze zich aandienen. Is dat een beetje ja. de, de houding? Zeker en vast. Um, ja, denk ik denk een heel mooie klant waar we nu een half jaar, of een, ja, misschien al een achttal maanden, uh, heel leuk mee samenwerken: dat is De Leize. En ze hadden op een bepaald moment een virtueel event dat niet meer kon doorgaan door corona, een proeverijbeurs eigenlijk. Waar alle leveranciers uh, met hun stand staan. of een fysiek event? Dat ging vroeger fysiek door, maar dat ja. kon dus nu ja. niet meer. En dan hebben wij daar een virtuele versie van gemaakt. En dat was eerst van: dat ja, ligt een beetje uit onze, uit onze smeed met veiligheid. Maar we hebben eigenlijk wel de technologie daarvoor. We kunnen dat eigenlijk wel doen. En zo laten we de dingen op ons afkomen. En evalueren wij vraag per vraag: van, Kijk, ja, willen we in die richting gaan groeien, ja of nee? Probeer proberen we dat een beetje voorzichtig te doen. Uh, maar natuurlijk, ja, uh, het, uiteindelijk het doel is om de Netflix van Game Based Learning te worden. En dan moet je eigenlijk alles kunnen gaan aanbieden met game-technologie. Dat is waar we naartoe willen. Goed bezig, Mike. En berecht. <laughs> <Dank laughs> en cool. Ja. Bedankt voor dit gesprek, uh, Mike. Ja, en uh, we plezier. kijken uit naar uh, ja, een, een, een volgende stap in het corona-spel, uh, wat ik uh, afgelopen weekend heb, uh, heb begonnen. Dus uh, ik ga me verder uh, in dat corona-gebeuren even laten, uh, laten duiken. Ja. Ik zou zeggen, als de mensen het een keer willen proberen bronagame.be, daar kan je naartoe surfen, voornaam invullen, en je bent vertrokken eigenlijk, ja. ja, nou, awesome. Dankjewel. Goed, alsjeblieft.